12 schilderijen van Jeroen Crabbé die wij laten zien bij de tentoonstelling Gedroomde Paradijzen zijn ontstaan naar aanleiding van een reis die Jeroen Crabbé maakte naar Tahiti, Ivaoa en Martinique. Eigenlijk in het spoor van Paul Gauguin voor de documentaire die hij over Gauguin maakte. Gauguin vluchtte voor de beschaving, voor de industriële beschaving van de 19e eeuw en hoopte op die tropische eilanden het pure leven te ontdekken. Wat heel interessant is aan deze serie van Jeroen Crabbé is dat het echte schilderijen van Crabbé zijn. Het zijn mensenlege paradijzen. De schilderkunst wordt gevierd. Maar aan de andere kant zit er ook een duistere onheilspellendheid in die alles te maken heeft met het romantisch levensgevoel. De fascinatie met gevaar en schoonheid die Gauguin juist dreef naar het andere eind van de wereld.